Tons wordt in 1926 geboren in een liefdevol gezin. Als enige dochter van een huisarts groeit ze zorgeloos op in het vooroorlogse Arnhem. En dat verandert als Tons 14 jaar is. De Duitsers vallen Nederland binnen. Je merkte in zoverre dat je ouders gespannen waren en meer dan naar de radio luisterden dan je gewend was en dat er nieuws was en dat het niet goed ging. En je wist ook dat je Joods was en je wist dat dat toch wel iets heel speciaals was. Want dat de Duitsers daar maatregelen namen. Er waren Duitse Joden gevlucht al. Die waren al in Nederland, in Westerbork, in de kampen al. En dat wist je als kind. 10 mei 1940, ja. De dag van de inval. Toen verliet hij toch jullie huis. Waar ging je naartoe? Wij gingen naar Engeland, maar dat kon niet meer, want de bruggen waren bezet. En we moesten in Rotterdam blijven en daar had moeder een zuster. En daar zijn we naartoe gegaan. Ja. Je dacht dat je dan in Rotterdam wellicht in veiligheid was, maar dan heb je waarschijnlijk het bombardement meegemaakt. Ja. Ja, we kwamen van de Arnhemse zon in de Rotterdamse narigheid. Ja, we hebben volle bombardement meegemaakt. Het gezin Hartogs overleeft wonder boven wonder het bombardement. Als blijkt dat de weg naar Engeland definitief is afgesloten, gaan ze terug naar Arnhem, waar ze het leven weer oppakken. Maar het is niet meer zoals vroeger. Langzamerhand beginnen de Duitsers de Joden steeds verder te beperken in hun bewegingsvrijheid. Langzamerhand kreeg je dingen die je niet meer mocht. Je moest van school af. Je mocht niet naar het zwembad. Je mocht niet naar de tennisbaan. Je mocht op een gegeven moment zelfs het park niet meer in, hè? Nee. Maar er stond gewoon een groot bord voor Joden. Ja, voor Joden verboden. Bekende borden, zo. En Joden kregen een stempel in hun paspoort. Ja. Dus in alle opzichten werden jullie ontzettend beperkt in je bewegingsvrijheid. Ja. Kun je nog terughalen hoe dat voelde? Je zocht een remplaçant. Zo handig was je wel. Je mocht niet meer naar de tennisbaan. Maar we hadden een tennisbaan bij het huis van mijn oom. En ik had met mijn vriendinnetjes, gingen wij tennissen op de baan. En zo zocht je ook wel oplossingen. Ja, je maakte er wat van. Ja. Hoe lang zijn jullie uiteindelijk in Arnhem gebleven? Want er kwam een moment dat jullie je huis kwijtraakten. Heel snel. In januari 1942 zijn we naar Amsterdam gegaan. En dat was omdat jullie huis in Arnhem gevorderd werd? 7 families waren er, Arnhemse families. Die huizen hadden ze uitgekozen. En dan moesten we naar Amsterdam. Kun je nog herinneren waar je terecht kwam in Amsterdam? Wat was dat voor iets? Ja, nou en of. De Parnassus weg. En daar kregen we 1 kamer toegewezen met 3 bedden. En dat was het. Nou, dat vond mijn vader natuurlijk niks. Dus die ging gauw op stap. Ik kende wel mensen, had oude patiënten. En gezorgd dat hij in dat beperkte deel van Amsterdam, waar je moest wonen, had hij een gezin gevonden waar wij terecht konden. Hoe zag je leven eruit daar? Want toen je daar eenmaal woonde, wat ging je doen? Wat kon je doen? Ik heb eerst in een klasje gezeten van een HBS. Maar dat heeft heel kort geduurd. Want inmiddels was de Joodse Raad er. En was gebleken dat er allerlei maatregelen kwamen. En als je werkte, dan zou je een uitstel kunnen krijgen van weg te moeten. En toen had vader dus gezorgd dat ik bij een collega die een secretaresse of een hulpje zocht, dat ik daar kon werken. Maar ook in Amsterdam worden de anti-Joodse maatregelen steeds verder aangescherpt. Zo mogen Joden alleen nog maar inkopen doen op vastgestelde tijden en op aangewezen plekken.
Zoals hier op de Joodse markt aan de Amsterdamse Gaasperstraat. Ook moesten Joden verplicht een ster op hun kleding gaan dragen. Ik weet nog wel dat ze hem erop moesten naaien en ja, dat die ster op je kleren zat. En dat je niet in de tram meer kon en fietsen mocht je ook niet. Dus je moest alles lopen nou. Dus dat beperkte enorm in je beweging. Ja. Wat erg moet dat geweest zijn. Ja. Ja. Op een gegeven moment kwam er toch ook weer, moest je je toch weer melden, hè? Ja, ik kreeg een oproep augustus om me te melden in de Hollandse Schouwburg. En toen heb ik gezegd voor die oproep, dat doe ik niet. Ik ga er niet heen. Waarom? Waarom wilde je niet melden? Omdat ik gezien had dat er een razzia beneden was. En wat er gebeurde met die razzia, dat militairen al die huizen ingingen, mensen eruit sleepten, in een vrachtwagen gooiden gedeeltelijk. Kinderen, baby's waren daarbij. Dat moest slecht aflopen. En nou, zodoende zijn we nog onderduiken, met goed succes. Er was geen alternatief op dat moment? Er was geen alternatief, nee. Nee, of de treinen, of melden, of onderduiken. Je kiest voor het leven.